De auteur leest uit eigen werk. Het boekje Dat moet nog blijken. De mooiste jaren van je leven. Of de mooiste dagen van je leven. Herken je die als je er middenin zit? Zou je je ervan bewust zijn dat je ze meemaakt op het moment dat je ze beleeft? Ik zou denken, het hoeft niet, het kan wel. Heel veel mensen zullen die ervaring wel hebben, dat je mensen hoort praten en dan zeggen ze van ja, die jaren toen, lang geleden, dat waren toch eigenlijk wel de mooiste jaren van mijn leven. Of bepaalde dagen achteraf gezien waren dat de beste dagen van mijn leven. Nou, ik schrijf daarover in dit boekje. En ik heb me afgevraagd, wat kun je nou doen om je bewust te zijn van dat je iets moois meemaakt op het moment dat je dat meemaakt? Ja, dat klinkt heel vanzelfsprekend, dat je je bewust bent van een fijne ervaring. Maar dat is denk ik minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Mijn vrouw en ik hebben daar iets op gevonden, zou je kunnen zeggen. S'avonds als wij naar bed zijn gegaan, dan eenmaal in bed, dan vragen wij aan elkaar, wat was voor jou het hoogtepunt van deze dag? Nou, dan is er altijd wel iets. Ja, een heel prettige ervaring of zo, of een gesprek dat je hebt gehad met iemand, of iets wat gelukt is, dat je iets af hebt of zo. Er is altijd wel, elke dag, ja, je hebt natuurlijk dagen die moeilijk zijn, maar elke dag kent ook een hoogtepunt. En door 's avonds voor het slapen gaan nog even dat hoogtepunt te benoemen, slaap je denk ik in met misschien fijner gevoel dan als je dat niet doet. Het is een manier om je zegeningen te tellen, denk ik. En het helpt je ook om gedurende de dag, als je iets meemaakt, je te realiseren, oh, wacht even. Dit wordt waarschijnlijk vanavond in bed het hoogtepunt van deze dag. En mijn vrouw doet dat al jaren zo. En ik moet zeggen, het helpt ook. Zo waren wij ergens afgelopen week met de hond buiten aan het wandelen langs de bergsingel. Het is herfst, dus het is wat frisser. Maar er scheen een zonnetje. En wij stonden op het bruggetje, het metalen bruggetje over de bergsingel. Wij stonden in het water te kijken naar de blaadjes en de eenden wat verderop. En de hond stond naast ons. En wij zagen onszelf weerspiegeld in het water. Mijn vrouw, ik en de hond. Ja, dat is een beetje waar mijn leven uit bestaat. Ik heb een vrij klein bestaan eigenlijk. Vrouw, hond, ja. Ik, ja, en de radio en dingen maken en zo. Maar toen wij daar zo stonden, toen wisten we denk ik allebei al, als wij vanavond in bed liggen, dan blijkt dit het hoogtepunt van de dag te zijn geweest. Het helpt wel. Misschien een tip om zelf ook eens te proberen. 'S avonds in bed, vraag elkaar, wat was het hoogtepunt van deze dag?